When I say hip, y'all say hop. Hip, hop. Hip, hop. This is history, bros. This is fucking history, alright? Laten we er een fucking gruwelijke avond van maken. Ik wens jullie allemaal fucking succes dadelijk on stage, gewoon. Gotcha, man. Wat is de belangrijkste reden geweest om een label op te zetten? Kijk, ik rap al 25 jaar. Ik liep gewoon tegen dingen aan. Weet je wel, ik heb echt op een gegeven moment echt alle labels gehad. Weet je, shoppen, demo's opsturen, netjes een brief terugkrijgen van ja, geen plek, dit en dat. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik was het gewoon zat en ik wou gewoon mijn muziek uitbrengen. En ja, daaruit is eigenlijk Hardhead is ontstaan, zeg maar. Weet je, Hardhead staat echt voor het koppige wat mij omschrijft gewoon als persoon. Rappers be talking about, huh? Giving it to us, so now you rapping about to us. So all the shit that you bought, you must think I give a fuck about your diffidence. Cause they wanna bust, but they hit the team. Wie vind ik passen bij de label, zeg maar? Ik moet allereerst zeggen dat bijvoorbeeld Wat is, daar zit mijn broertje in. Mijn broertje die ging als klein ventje altijd al mee naar open mic sessies. Ja, het is met de paplepel ingegoten eigenlijk bij hem. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik zag zijn struggle. Zie mee, want een nigga die altijd op iets was een tijd, dus een beef werd een bullet geplaatst. Mijn nigga gepakt in een headlock, ik keek voor die server, was bijna geklaard. Ik zag dat hij ook eigenlijk aan het plafond kwam, zeg maar, van zijn kunnen. En op een gegeven moment had ik gewoon aangeboden van, yo, let's do this man, kom gewoon bij Hardheaders. En ja, en daarna is Kev Tendencies erbij. Kev Tendencies is een vriend van mijn broertje, ook van Yellow dus. En ja, die guy is zo conscious gewoon, zo uplifting gewoon. Hij heeft echt een boodschap en ik hoefde echt geen twee keer na te denken bij Kev Tendencies. We are slaves. We are slaves. We zijn allemaal slaven van het systeem. Maar wie weet, breek je die kettingen net als keychains. Hij brengt echt een mooie balans van wat we nu allemaal hebben. Ik als Engelstalige MC, wat is die een beetje conscious trap maakt. En Kev Tendencies die eigenlijk zeg maar New Age boom bap maakt. Op je handen vragen voor die. Op je handen vragen voor die. Op je handen vragen voor die. De rap game zal nooit meer hetzelfde zijn na vandaag. Can I get a ahoo? Ahoo! 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 Het label bestaat nu al zeg maar al 5 jaar. Hardheaders, 5 years. Far Eye founded it, they're about to do an independent label on that Third Eye trap, hip hop, it's all one. Wat is en Kev Tendencies zijn verleden jaar erbij gekomen. Dus in feite is het zeer zeker een kennismaking wat we vandaag gaan doen, maar het is zeer zeker ook een nieuwe start, want ik ben van plan dit gewoon zelf te gaan doen. Yo, back the fire, I don't smoke, but I smoke y'all, yes, I am. Het 5-jarig bestaan was gewoon eigenlijk toeval. De avond stond al in december vast. Toen heb ik met Kapslok gezeten en hebben we eigenlijk een datum geprikt. En ja, eigenlijk, ja, het was iets van verleden maand of zo. Dat ik ineens dacht van, hey, wauw, Hardheaders bestaat dit jaar gewoon 5 jaar. Dus dat was gewoon een mooie toevalligheid die we gewoon erbij pakten, zeg maar. Ready, steady, go. 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 Bij Hardheaders zijn wij van plan dit jaar 9-10 projecten uit te gaan brengen. Niet allemaal, zeg maar, via de officiële kanalen. We gaan ook een paar mixtapes droppen, een paar EP'tjes. En basically, ja, we zitten met 3 acts bij Hardheaders. En wij gaan alle 3 gewoon 3 projecten releasen op zijn minst. En dat is in feite wat we willen doen. Gewoon op hoog tempo kwalitatieve muziek maken. Ook om onze stempel te drukken, zeg maar. En ja, als label willen we toch ook wel gerespecteerd gaan worden, zeg maar. Als label willen we zeker gewoon ineens opvallen. En ik geloof dat als we gewoon met volle kracht vooruit gaan, dat we dat gewoon kunnen bewerkstelligen. Dus al met al veel plannen, maar niks wat we niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is wel heel realistisch gezien, zijn we in staat om dat gewoon dit jaar dat te doen.
Zo veel dingen op mijn chest. Niggas zijn niet, dus geen stress. Pak aan, ik heb weggeblust. Holy spirit, mag geblef. Bitches pullen op het turn. Bitches voelen zijn de turners. Pak aan, ik heb weggeblust. Gooi je magic, die me turnen.